TBN Prime Alert van maandag 23 oktober 2017. Uw aandacht voor de headlines. Honden doden 9 schapen van familie Sukhu. Deze Ramai, we werken naar een oplossing in kwestie verlengde Okradam. Samenwerking, succes voor goede grensbeveiliging. 61-jarige is 62ste verkeersdode. Sterilisatie en castratieproject Caribbean Spay Neuter te komen wenen. ESCOS gedenkt kinderen, huis Soekdam. Politiebericht over 63ste verkeersdode. Ellen werkt aan eigen sportveld. En EBS noteert 360 mastaanrijdingen tot nu toe in 2017. Rajinder Prasad Sukhu, bewoner van de Esperanceweg, die is er vandaag ernstig geschrokken toen hij vanmorgen kwam naar zijn schapenhok en zag dat 9 van zijn beesten zijn doodgebeten door honden. Nou, de heer Sukhu die heeft er gelijk aangifte gedaan bij de politie. De politie is er geweest, heeft er zijn rapport op, heeft zijn rapportage gedaan hier. En wat de heer Sukhu van de politie heeft begrepen, dat dit het derde geval is binnen een week. De heer Sukhu die waarschuwt de bewoners van de Esperanceweg en omgeving, indien zij schapen, geiten of zelf koeien hebben, dat zij liever nu toch wel gewaarschuwd zijn en of voorzichtig zijn, daar er nu toch loslopende honden hier zijn die ernstige schade richten aan deze viervoeters. Als Karen hier wijst, dan ziet u, deze beesten die hebben het wel overleefd, of deze schaap die heeft het wel overleefd, maar is ernstig gebeten door deze honden. En dan hebben we ook nog daar twee schapen. En het jammerlijke in deze is dat beide vol zijn. Volgens de heer Sukhu zou deze nog misschien vandaag of nog morgen kunnen werpen. Maar de vrees is ook zelf dat door de mishandeling, door de beet die het allemaal heeft opgelopen, dat misschien de kleintje zelf reeds dood is. Maar dat moet allemaal de dierenarts vaststellen. Feit is dat loslopende honden hier toch wel heel veel schade hebben aangericht. 9 schapen die dood zijn gegaan van de familie Sukhu. En dit is het derde geval in deze week hier in de Esperanceweg. Heer Rajinder Prasad Sukhu, u bent vanmorgen vroeg voor een verrassing komen te staan. Vertel ons, wat is er precies gebeurd? Om 7 uur ben ik wakker geworden. Ik heb de honden zien horen blaffen. Dan ben ik naar mijn achtertuin gegaan. Heb ik daar al die beesten zien. En het is door een zekere hond gebeten. En van wie die honden zijn, weet ik echt niet. En dit is echt een grote schade wat ik geleden heb vanmorgen. Wat kost een schaap nu? Het is, en al die schapen van me waren vol. Dus 1 schaap normaal bekeken is meer dan 1000 SRD waard. En die mannetje was 1500 SRD. En hoeveel schapen heeft hij in totaal? Ik heb, op dit moment zie ik wat dood is gegaan. Is 6 stuks vrouwelijke beesten. 1 kleintje en een mannetje. En u zei vanmorgen vroeg, kwam u naar achter toen u het ontdekte? Ja, die honden van me gingen blaffen. Dan ben ik even een kijkje gaan nemen, wat is er eigenlijk aan de hand aan de achtertuin van mij? En die jongen van mij zei, papa, er moet iets gebeurd zijn, want die honden van me blaffen niet zomaar. Dus, en dit was de verrassing van mij. En u schrok toen u dit zag? Helemaal, helemaal. Ik was helemaal in de war. Echt. Heeft u de politie gebeld? Ik heb de politie gebeld. Ik ben naar de politiepost gegaan. Ik heb aangifte gedaan. En de politieambtenaar is wel gekomen. En hij heeft wel procesverbaal genomen, maar hij zelf kan ook mij niet vertellen van wie die honden zijn. U zei uit de 9 die u nu kwijt hebt of die nu dood zijn, zijn er enkele van de beesten die gebeten zijn? 3 van die beesten zijn echt, ze zijn door die honden, hoogwaarschijnlijk door die honden gebeten, maar ze zijn nog niet dood. Hoe maken zij ze? Wel, ene is goed, maar die 2 anderen zijn in een slechte stadium. Dus hoogwaarschijnlijk gaan die 2 ook dood. U zei ze lopen niet? Ze lopen niet, ze lopen niet. U hebt de dierenarts niet ingeschakeld? Nog niet, maar hoogwaarschijnlijk ga ik de dierenarts ook inschakelen. Wat zegt de politie?
De politie heeft misschien een en ander wel gewezen dat wij mensen moeten informeren van wie die honden zijn. Maar wij zijn geen politiemannen, dus ik kan niet zomaar naar een van die mensen stappen en een en ander zeggen of van wie die honden zijn. Maar het is echt vervelend, dat is werk van de politie zelf. Ja, u zei, heer Soukou, dat u wel van de politie hebt begrepen dat dit het tweede geval is in 1 week tijd? Nee, dit is het derde geval. Eén bij een zekere familie Kanai en eentje naast Kanai. Ook door honden doodgebeten? Door honden zelf. Maar jullie weten niet wiens honden of wiens hond het is? Naar waarschijnlijk, wat meneer Kanai mij zei, het zijn honden van de Santopolderweg. Loslopende dieren? Nee, het zijn rashonden. 3 stuks rashonden. En hoogwaarschijnlijk kunnen we ook dat achterhalen, van wie die honden zijn. Maar is dat doorgegeven aan de politie? Dat is wel doorgegeven aan de politie. En is dus de politie... Nu is het werk van de politie om dat ding te achterhalen. Hoe lang kweekt u als schapen? Dit is sinds we hier zijn, bijna 20 tot 25 jaar. En maakt u dit de eerste keer mee? Dit is de eerste keer die ik meemaak. Wat gaat u nu doen? Want u hebt nog beesten die er zijn. Vreest u dat de honden terug kunnen komen? Hoogwaarschijnlijk komen die honden terug. Dit is het tweede geval in de buurt bij mij. Dus het zijn wilde honden. Welke maatregelen? Heeft u er iets maatregelen getroffen? Misschien door de schapenhokken te verstevigen of zo? Heeft u wat gedaan? Nee, die hokken zijn al verstevigd. Dus in elk geval, dit is meer werk. Maar ja, we moeten iets eraan doen. Ja. En deze schapen, die liepen gewoon vrij rond? Ja. Dus in de ochtenduren lopen ze gewoon hier en ze grazen in het weiland. Ja. Maar in de avonduren gaan ze in de hokken zelf. En u zei, de 3 die we hier zien, de 4, nee, dat is een kleintje. Maar de overige 3 die we zien, u ziet de ingewanden zijn buitenkijkers, die waren allemaal vol? Ja, allemaal waren vol. Allemaal waren vol. En het zijn beesten van Tibiti zelf. Het zijn goede beesten. En de schade die u hier hebt geleden, heer Soukou? Is meer dan, ik schat in de buurt van 9 tot 10.000 SRD. En zonder te kunnen weten om wiens hond het gaat, kunt u geen kosten verhalen? Nee, dat klopt. We kunnen op dit moment kunnen we niemand beschuldigen. Maar de dader gaan we binnenkort wel achterhalen. Maar andere mensen hier in de buurt, die kweken, zijn dus gewaarschuwd dat ze hun beesten liever moeten schutten. Goed zo, ze zijn wel gewaarschuwd, hè. Wat gaat u nu hiermee doen? Nu ga ik een pakkelein of iemand huren om dat begraven. Dat is het enigste model nu. Ja. Want nu is het echt droge tijd, is het echt vervelend om mensen te vragen om te komen graven. Ja. Maar heer Soukou, we zien dat uw huis niet zo ver is van hier. Jullie hoorden niets in de ochtenduren? Ik heb wel gehoord dat die honden gingen blaffen, maar dat is normaliter. Honden blaffen elke dag. Mm-hmm. Maar echt, ik had geen idee dat er wilde honden op het erf waren. En toen u pas 7 uur naar achter kwam, zag u dit? Ja. Dan pas heb ik het gezien, hè? In de ochtenduren. Ja. En de overige, die heeft u nu op... opgesloten in... Ja. Dat heb ik wel in de hokken gezet. En nu ga ik gras snijden om die beesten te geven. Nou goed, heer Soukou, hebben we dan ook de gemeenschap hierover verteld of geïnformeerd dat dit gebeurd is aan de Esperanceweg bij de familie Soukou. En dit is nu het derde geval, kijkers, zoals meneer Soukou dat aangeeft, wat hij van de politie heeft begrepen, dat binnen een week tijd dit het derde geval is waarbij schapen zijn doodgebeten door honden. Dus mocht er nog mensen hier in de buurt zijn die schapen, geiten en of koeien zelf kweken, dat ze dan hiervoor toch wel de nodige maatregelen treffen. Want u ziet het is jammer om dit allemaal zo te zien. We zien ingewanden, heer Soukou. Dat wil zeggen dat de beesten echt ernstig tekeer zijn gegaan. Ja, ze zijn echt mishandeld geworden. Hè? Mm-hmm. Echt. En dit kan niet door de beugel. Ja. Echt, het zijn echt wilde honden. Het zijn echt geen gewone honden. Ik had de vermoeden dat zijn echt de wilde honden. Misschien pitbulls of dergelijke. En mensen moeten echt waakzaam zijn voor hun kinderen. Want dit is echt niet mooi om te zien. Dank u wel, heer Soukou. Is goed, bedankt meneer Satou. DC Servan Kumar Ramahi van Wanica Noordwest.
die is er vanmorgen polshoogte gaan nemen voor wat de situatie onder de landbouwers aan de verlengde van de Okkerdam aangaat. Wij van TBN, Prime Alert, spraken vervolgens met de burgervader over deze case waarbij de voorzitter van landbouwcoöperatie Quatta, de heer Wim Bainaat, toch wel beschuldigd wordt van een aantal zaken door enkele andere landbouwers in de weg. We voeren nu naar het vraaggesprek welke we hadden met DC Ramai over de kwestie van verlengde Okkerdam. DC Serven Ramai. Er doet zich thans van Wanica Noordwest, er doet zich thans een situatie voor aan de verlengde van de Okkerdam, waarbij de voorzitter van landbouwcoöperatie Quatta door enkele andere landbouwers in de weg worden beschuldigd van de diefstal van zand en dat hij ook de trenzen langs de weg zou hebben opgehaald en het zand daarvan zou hebben geplaatst in zijn eigen landbouwterrein, als ook thuis bij hem. U bent er vandaag geweest als burgervader om er polshoogte te nemen. Wat kunt u ons vertellen voor wat deze case aangaat, voor wat uw onderzoek nu aangaat? Inderdaad, wij zijn vandaag met ons team geweest aan de verlengde Okkerdam. We hebben gekeken naar de situatie. U moet weten dat er nu een situatie is dat de werkzaamheden stop zijn gezet. En de algemene regels zeggen, als u op de openbare weg, als u op de openbare bermen wil werken, dient u eerst een toestemming te hebben van de autoriteiten. En voor zover ik van dit geval weet, is de meneer Bainaat nu, afgelopen vrijdag, heeft hij een verzoek gedaan naar ons toe om toestemming te krijgen. En te zijner tijd zijn de werkzaamheden daar stopgezet. Nu is dit een case van de heer Bainaat, DC, maar over het algemeen. Wat zijn de regels wanneer mensen toch zaken die de overheid toebehoren daaraan zaken willen doen of zaken willen onttrekken? Wat zijn de regels die men dient te volgen? De regels zijn eigenlijk heel simpel. Zodra u op de openbare weg iets wil doen, dan dient u toestemming te hebben van de instanties. En in dit geval gaat het op de openbare weg, valt binnen het gebied van Wanica Noordwest. En u moet dan toestemming hebben, tenminste van de DC. En er is daarvoor een procedure. U gaat een verzoekschrift indienen en dat wordt behandeld. De instanties gaan daar, er worden adviezen uitgebracht. Aan de hand van de adviezen wordt even gekeken of het ook adviezen van OW en van LVV nodig is. Als dat oké is, worden de regels vastgesteld en op grond daarvan wordt dan toestemming verleend. Maar is het verstandig, DC, om een hele berm te laten afscheren? Dus de regels en de voorwaarden worden gegeven. U begrijpt zelf dat een hele berm niet zomaar weg kan gaan. Dus de regels komen waarschijnlijk 15 centimeter of zo. Maar dat wordt in samenspraak met OW en of LVV vastgelegd. De heer Bainaat heeft dus nu een verzoek ingediend. Afgelopen vrijdag heeft hij inderdaad een verzoek ingediend. Wat nu dan? De instanties gaan nu op het veld en omdat het om deze zaak gaat, ben ik zelf op het veld gegaan om ook van meneer Bainaat te horen hoe het in elkaar zit. Mijn mensen gaan verder met het onderzoek. Alle actoren worden benaderd. Alle actoren worden gehoord. U moet weten, wij gebruiken het principe van hoor en wederhoor. Alle actoren worden gehoord en aan de hand daarvan worden dus dan beslissingen genomen. Over welke actoren heeft hij het hier? De actoren dus die niet tevreden zijn en weet, daar gaat het om landbouwers. Dus we moeten die mensen horen voordat we een besluit nemen. Mm-hmm. Komt de politie ook bij een dergelijk onderzoek? In normale gevallen komt de politie, als zaken normaal gaan, dan komt de politie niet te pas. Maar gebeurt dit wel eens vaak, DC? Wel, ik denk dat het onwetendheid is. Mensen weten niet. Men denkt, de bermen zijn toch zo hoog en de overheid heeft de middelen misschien niet. Het lijkt als het toch even is, ik ga maar een beetje zand nemen en op mijn erf zetten of iets dergelijks doen, omdat de overheid niet overal kan zijn.
Gewoon misschien omdat we de equipment niet hebben. Maar dat wil niet zeggen dat u het recht heeft om zomaar die zaken te doen. En het gaat dus dan om feiten die heel ernstig zijn als u dat doet. Valt dit onder diefstal? Laten we dus heel voorzichtig zijn en geen feiten doen. Hangt vanaf hoe u de zaak gaat bekijken. Maar ik wil daar wel heel voorzichtig zijn, omdat meneer Bijna toch iemand is die de gemeenschap elke keer goed van dienst is. De weg is ook in grote mate aangelegd geworden door hem. Dus ik denk niet dat die man bewust bezig zou zijn om iets verkeerds te doen. Ik denk dat het gewoon een communicatiestoornis is. En ik ben met de actoren bezig. Ik ben ervan overtuigd dat we door communicatie, door te praten, een goede oplossing vinden voor alle partijen. Ja, waarom ik de vraag stelde, DC, is niet dat we de heer bijna het beschuldigen of hem het etiket van dief opplaatsen, omdat dat door de andere landbouwers steeds naar voren is gebracht van hij heeft zand gestolen. Vandaar dat ik de vraag stelde. Dus ik ben vandaag gaan oriënteren. Het blijkt wel wat afval te zijn. En die man heeft zelf aangegeven dat hij niet dat hij bereid is om het overal te dumpen. Dus als mensen dat willen, wil hij heel graag dumpen naar waar wie interesse heeft. Dus, En is het ook de taak van de DC om partijen nu bij elkaar te brengen, zodat daar toch wel een beetje rust en vrede terugkeert aan de verlengde van de Okradam? Dat is inderdaad de taak van de DC, toch een van de taken die wij hebben om in deze gevallen in te spelen. En ik denk dat we, als we met de partijen praten en als het om echte Surinamers gaat, dat we een oplossing vinden. En toen u vandaag met ze sprak, lijken ze wel daartoe bereid te zijn? Oh ja hoor, ik denk dat partijen makkelijk bij elkaar komen en dat we een heel goede oplossing vinden. En wat resteert er nu? U zei actoren zijn bezig, maar en er zal een rapportage aan u worden gebracht? Ja, dat is dus de bestuursdienst gaat de rapporten maken en dat krijg ik inderdaad. En dat wordt dus dan verder behandeld. En hoe lang kan zo'n proces in beslag nemen? Hang vanaf. Ik denk dat we zeker x aantal dagen mee bezig zijn, omdat er ook wat instructies van LVV en OB moeten komen. Maar voor nu zijn de werkzaamheden daar stopgezet. Ja, dat is inderdaad zo. Bij de strijd tegen onder andere mensenhandel, smokkel van goederen, drugs, wapen en munitie is een goede samenwerking nodig tussen alle grensbeveiligingsautoriteiten. Vandaag is er een workshop over grensbeveiliging gehouden door de CARICOM, Implementation Agency for Crime and Security, en het Ontwikkelingsfonds van de Europese Unie. It is very important to gather and share important information that for sure will lead to cooperation and collaboration among the entities in this room, especially among immigration and custom officers. Therefore, I will ask you to be motivated to gather as much as needed knowledge from this course. I am of the opinion that this is a good opportunity for our immigration and custom officers and other agencies that are also here to learn these techniques because they can use to the best of their ability in the open region of the world. I want to begin by thanking the trainers of the most important activity and also the donor for approving this training. This will certainly enhance our capacity in accordance to international and regional rules regarding how to properly conduct an interview and interrogation with intruding on a person's right. Proper interviewing skills are, of course, crucial to the success of law enforcement and security. Borders can be open, can be both open and secure, open to allow for the cross-border flow of trade and commerce, and secure in the sense that the national security interests of states are protected. The IMPEX is committed to achieving a balance between the need to maintain security against cross-border threats
and the freedom of movement of persons, goods, service, and commerce. Now I will speak the participants in Dutch. Aan de participanten wil ik aangeven dat het border security and management concept en de verschillende regionale besluiten van de ministers van de CARICOM ook van invloed is op jullie werk. Denk niet dat het een ver van mijn bed show is. U moet altijd in gedachten hebben dat het aan u ligt om balans te zijn om onze grenzen te beschermen tegen buitenlandse invloeden, terwijl we tegelijkertijd ook het verkeer van goederen, diensten en personen integreren binnen de regio. Gebruikt u deze training om uw taken en verantwoordelijkheden beter uit te voeren. Deze training, de Joint National Border Security Training, is natuurlijk gefinancierd door de EU, de Europese Unie. Maar de impact voert het natuurlijk uit en het wordt nu in Suriname gedaan. We zijn heel erg blij dat het in Suriname gedaan wordt, omdat we dus ook die capacity, de strengthening daarvan, hebben we nodig. Omdat we constant op de hoogte moeten zijn wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van border management. En we weten allemaal hoe open onze grenzen zijn. En dat we dus, we weten eigenlijk wat er allemaal gebeurt of kan gebeuren. Maar we hebben dus niet alle capaciteit binnen als het gaat om human capacity. Maar ook een financial capacity en alle andere logistieke zaken die nodig is om de borders van ons, de grenzen van ons goed te bewaken en te controleren. Training is natuurlijk altijd nodig, omdat dat ons dus een wider perspectief geeft. Het zorgt ervoor dat we dus weten wat er allemaal gebeurt en hoe we het kunnen aanpakken. En vandaar dat er altijd, zolang de mogelijkheid bestaat om trainingen te organiseren voor onze mensen, zijn we daar als nummer 1 om het te encouragen, om het, als het logistiek moet, dat we het ondersteunen. Zo heeft dus Directoraat Nationale Veiligheid het op zich genomen om deze training te organiseren, waarbij dus ieder wordt uitgenodigd om dus deel te mogen zijn van die experience en om het, kennisoverdracht vanuit impacts en de experts daarop van. De politie meldt dat de 62ste verkeersdode voor dit jaar, de 61-jarige bromfietser Ronald Amteneus, is. Hij veroorzaakte zaterdag een aanrijding met een personenauto op de kruising van de Hendrika Veldkamp en de Parsimstraat. De politie van Kwata kreeg via de centrale meldkamer de melding van deze aanrijding. Bij aankomst op de plek werd de bromfietser, die niet aanspreekbaar was, in kritieke toestand aangetroffen op het wegdek. Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat de man over de Parsimstraat reed, komende vanuit de Isaac Burnettstraat en reed richting de Hendrika Veldkampstraat. Hij verleende geen voorrang aan de personenauto die over de Hendrika Veldkampstraat reed richting de Kwattaweg, met als gevolg deze aanrijding. Per ambulance is Amteneus vervoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij kort na aankomst overleed. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de verkeersunit van Regio Midden. Caribbean Spee-Neuter van oprichter en voorzitter Karin Wanner, die organiseert dit jaar wederom hun welbekende sterilisatie- en castratieproject voor katten en honden. Dit jaar wordt het project uitgevoerd in het district Kommerwijnen. Personen die hun honden, poezen en of katten willen laten steriliseren en of castreren, die kunnen contact opnemen op het telefoonnummer 899-4325. Nogmaals, 899-4325. TBN Prime Alert sprak met de oprichter en voorzitter, mevrouw Karin Wanner, en zij vertelt veel meer over dit project.
Mevrouw Karin Warner, oprichter en voorzitter van Caribbean Spain Neuter. Jullie organiseren in de periode van 3 tot en met 6 november 2017 jullie welbekende sterilisatie- en castratieproject voor katten en honden. En wel aan de Oost-West-verbinding 186. En dat doen jullie in samenwerking met Stichting Snif de Su. Vertel eens, dit wordt wederom gehouden. Na hoeveel periode? We proberen deze projecten 2 keer per jaar te doen. Ons laatste project was in mei, dat was in Paramaribo. En nu gaan we een grote doen op Komowijnen. Waarom Komowijnen? Er is heel veel vraag naar onze sterilisatie- en castratieprojecten. Maar het is heel moeilijk voor ons om een locatie te vinden. Iedereen vraagt, wanneer komen jullie naar Nikeri, wanneer komen jullie naar Wanica, wanneer Komowijnen? We hebben gesproken met de heer Shailendra Girya Singh en hij heeft gelijk zijn locatie ter beschikking gesteld voor ons project. En hoeveel katten en honden mikken jullie? We willen 500 sterilisaties en castraties doen van honden en katten. Is er een voorregistratie? Jawel, er is een voorregistratie. Men kan bellen. Het nummer is 899-4325. Dat is van 9 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. En op het nummer 890-4445 van 5 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Jullie zijn reeds geruime tijd bezig met de promotion. Is er nog ruimte voor registratie? Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. En men kan dus bellen. Het kost 50 SRD voor een poes of kater en een hond tot 20 kilogram. En de zwerfdieren doen we gratis. Dus we doen een beroep op ieder. Als je die zwerfdieren in je buurt kan pakken om ze voor ons te brengen, zodat we ze kunnen steriliseren en castreren. En wie zullen de sterilisaties en castraties uitvoeren? Er komt een team van 18 personen. Ze komen uit Amerika en Canada. We hebben dus 7 dierenartsen, dat zijn dus de chirurgen, 7 dierenartsenassistenten en 4 non-medics. En dat doen ze pro deo? Ze doen dat geheel gratis voor Suriname. Ze betalen zelf hun ticket naar Suriname en ze voeren het project geheel gratis uit voor Suriname. Caribbean Spay Neuter, dat is mijn organisatie, betaalt voor alle medische producten en alle medicijnen. En Suriname, dus Stichting Snif de Su in dit geval, is dan verantwoordelijk voor de accommodaties, de maaltijden en het vervoer. Vandaar dus dat het 50 SRD per hond of kat is. Is het hetzelfde team dat de voorgaande jaren is gekomen? Nee, het is niet hetzelfde team. Wel een paar mensen die al een keer hier geweest zijn. Het hangt er vanaf wie verlof kan krijgen en in wiens budget het past om die tickets te kopen naar Suriname. Dus het varieert. Waarom dit project? Er wordt ontzettend veel gedumpt in Suriname. We hebben een zeer grote overpopulatie van vooral honden. En door het steriel maken van deze dieren willen we dan voorkomen dat vooral die wijfjes 3 keer per jaar 8 tot 10 kleintjes kunnen krijgen. Men moet die wijfjes voor ons brengen, maar ook de mannetjes, want het zijn de mannetjes die de hele buurt zwanger maken. En u zei het al, jullie zijn reeds enige tijd bezig met dit project. Hoeveel jaren al? Dit is ons 2e jaar. We gaan nu het 4e sterilisatie- en castratieproject doen. En jullie merken nog steeds dat er sprake is van een dumpgedrag van katten en honden? Ja, er wordt zeer veel gedumpt. Daarom roepen we ieder op. Het is maar 50 SRD voor een poes of een kater, een hond tot 20 kilogram. En de zwerfdieren doen we gratis. Dus weet je, meer kunnen we niet doen. Men moet die dieren brengen. Men klaagt over die loslopende honden, hoe hinderlijk ze zijn. Ze gaan naar al die vuilniszakken. Ze lopen te bedelen, naar eten. Maar men moet ons handje helpen. Het is teamwerk. Ja. En wat kunt u ons verder vertellen over uw stichting? Caribbean Spay Neuter is een Amerikaanse organisatie. We doen sterilisatie- en castratieprojecten in het geheel Caribisch gebied. En natuurlijk ook in Suriname, want ik ben geboren en getogen in Suriname. En ik ken de problemen in Suriname van het dumpgedrag en de overpopulatie. Dus vandaar dat we het ook in Suriname doen. Ja. En
waarmee? Ik bedoel, mensen moeten sowieso hun honden en katten voor jullie brengen voor de periode van 3 tot en met 6 november. Maar dient men eerst wat te doen met de dieren voordat men het voor jullie brengt voor de sterilisatie en castratie? Jawel, de kleintjes, de puppies, we steriliseren en castreren vanaf 8 weken. Of 1 kilo. Als die hond dus een kilo weegt en is in goede gezondheid, dan opereren we. Dus vanaf 8 weken kan men die kleintjes voor ons brengen. De kleintjes kunnen eten 4 uur voordat ze geopereerd worden. Maar dus na 16 weken, als het dier ouder is dan 16 weken, dan moet het dier niet eten vanaf 12 uur 's avonds. De dag voordat hij geopereerd wordt of zij geopereerd wordt. Ja. En moeten de mensen wachten of kunnen ze afleveren en weggaan? Nee, we adviseren de mensen om te wachten op ons. Die operatie duurt niet lang. Het gaat heel erg snel, heel erg vlot als er natuurlijk geen onderliggende problemen zijn bij het dier. Maar het dier moet volledig wakker worden uit de verdoving voordat we toestemming geven dat het dier naar huis mag. Het dier moet kunnen lopen, zelfstandig lopen. Dan pas mag het naar huis. Ja. Jullie hebben een locatie toegewezen gekregen van de heer Girja Singh. Zijn er huisregels waaraan de mensen zich dienen te houden wanneer ze daar komen? Wel, hij is heel erg flexibel met ons. We zijn hem zeer, zeer, zeer dankbaar. Hij heeft gelijk zijn locatie ter beschikking gesteld toen we hem vroegen of we het sterilisatieproject bij hem konden doen. Ja, dat is het. Ja. Nogmaals, de telefoonnummers waarop de mensen kunnen bellen, want u zei er is nog enkele plekken over. Jawel, er zijn nog enkele plekken over. De telefoonnummers 899-4325 van 9 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. En 890-4445 van 5 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. ESCOS, een vrij jonge organisatie, die richt zich om de kansarmen in de gemeenschap de helpende hand te bieden. De organisatie die heeft haar eerste grote activiteit gehad en dat is de kinderen van Kindertehuis Soekdam, de Alkmaar in het district Kommerwijnen, een gezellige dag te bezorgen. Wij van TBN Prime Alert spraken hierover met de voorzitter, dat is de heer R. Karyoredjo, de ondervoorzitter, heer Akshay Bhagirath en mevrouw Shraddha Lutai, de commissaris. Zij vertellen over hun pas opgerichte organisatie, maar ook over het project welke zij dankzij sponsoren hebben kunnen uitvoeren bij Kindertehuis Soekdam in het district Kommerwijnen. Regilio Karyoredjo, voorzitter van de Stichting Social Caring Organization Suriname. De heer Ashay Bhagirath, ondervoorzitter. En mevrouw Shraddha Lutai, commissaris. Jullie hebben gisteren, zondag, een project uitgevoerd. Te Huize Soekdam in het district Kommerwijnen. Wat kunt u ons vertellen over dit project, heer Regilio? Nou, we hebben een zeer leuke dag mogen ervaren samen met de kinderen van Kinderhuis Soekdam. We hebben ze blij gemaakt en echt de nodige liefde, de liefde gegeven. En waarom gekozen voor Huizen Soekdam? Ik vind van dat de kinderthuizen in de stad genoeg aandacht krijgen. Ik vind van laten we een beetje ver gaan. En omdat de weeshuis zo groot is, bestaat uit ongeveer 55 kinderen. Vandaar dat we hebben gekozen voor Kinderhuis Soekdam. En wat hebben jullie gedaan, heer Bhagirath? Wat we allemaal hebben gedaan, we hebben gezorgd voor voeding. We hebben ouderspelletjes met ze gedaan. We hebben schaafjes en zo voor hun gesponsord. Ja. En we hebben ook kleren en speelgoederen en zo die we gehad hebben als sponsor aan hun doneerd. En hoe hebben de kinderen dat ervaren? Ze vonden het heel leuk. Ik heb ze zelf ook gevraagd en ze vonden het wel heel leuk. Ja. Mevrouw Lutai, u bent samen met deze jongeren in Social Caring Organization Suriname. Wat kunt u ons vertellen over jullie organisatie? Nou, deze jongens zijn eigenlijk met het initiatief gekomen naar mij toe. En ze zijn op deze leeftijd, hoe oud zijn jullie? 17, 18. En ik vond het een heel fantastisch idee dat ze op zo'n jeugdige leeftijd met zo'n roeping hebben, hè, voor het werk. En ik heb dus hen dan vanaf het eerste moment eigenlijk de ondersteuning toegezegd.
Is dit jullie eerste project geweest? Ja, dit is ons eerste project. We hebben de organisaties opgericht op 15 september. En dit is ons eerste project. Hoe is het ontstaan? Jullie zijn gewoon een dagje opgestaan en gezegd van nou, we beginnen met de organisatie. Ja, nee, dus vrienden allemaal. Dus we altijd hebben we gedacht in die richting. Vandaar dat ik dacht van laten we een organisatie oprichten. En samen kunnen we veel betekenen voor de samenleving. Ja. Organiseren kost geld. Hoe hebben jullie dit project financieel gedragen? Nou, we hebben gezocht naar sponsoren. En het is wel een beetje aardig gelukt, maar we vragen de samenleving ons door te steunen. Zodat we verder met projecten kunnen uitvoeren, ja. Wie is de doelgroep van de organisatie? Nou, we richten ons voornamelijk op kindertehuizen. En daarnaast willen we dan ook sociaal zwakkeren toch een helpende hand bieden. Ja, ja. Dat is ons streven. Ik denk rond kerst dat we dan dat hopen te bereiken. Ging het makkelijk met de sponsoren, vooral gelet op het feit dat jullie een vrij nieuwe organisatie zijn? Nou, in eerste instantie is het gegaan via kennissen, vrienden, mensen die ons echt kennen. Zo is het gegaan. En ja, we gaan kijken hoe het loopt in de toekomst. Ja. En wie zijn de sponsoren geweest? Bedrijfsleven of gewoon individuen zelf? Individuen, voornamelijk individuen. Ja. Ja. Waarom gekozen voor de naam Social Caring Organization Suriname? Ja, dus we hebben samen onderling besproken en dan zochten we naar een naam. En het was eerst Social Caring Organization. En Suriname was er niet bij, maar toen dachten we, het is veel Engels, laten we Suriname dan erbij zetten. Vandaar Social Caring Organization Suriname. Ja. En welk gevoel kreeg u gisteren, wanneer u toch wel de blijde gezichten hebt gezien van de kinderen? Nou, we kregen hier een blij gevoel. Het was altijd onze wens geweest om een beetje sociaal te zijn. En de kinderen toch een gezellige dag toe te wensen. En ja, het is ons aardig gelukt. Ja. Hoe heeft u het ervaren? Nou, ik ben eigenlijk van kleins af zo een beetje opgevoed. Mijn ouders gingen vaak. Maar in deze, want we gingen en we boden hen een maaltijd aan en een drankje. En dat was het. Maar deze jongeren hebben dan echt wel spelletjes met hun gedaan. En dat geeft het weer een ander beeld. Ja. Ja. En u als voorzitter, hoe heeft u het ervaren? Nou, heel erg leuk ervaren. Alleen verdrietig wanneer we de plaats moeten verlaten. Ja. Ik zou wensen dat en iedereen in de samenleving tenminste hun hart op de goede plek hebben om dan deze kinderen te gedenken. De leermomenten van gisteren? Of een leermoment? Wanneer je ziet hoe de kinderen, dus dat wat ze echt eigenlijk nodig hebben, de liefde, dat ze eigenlijk meer gezellig willen zijn met anderen. En dat missen ze echt. En voor u, wat was een leermoment? Nou, teamwork. Die ik zelf, van mijn kant was de ouderspelletjes, dus van mijn kant is teamwork die ik heb ervaren. Eerst volgend project? Nou, we hebben het eigenlijk op papier verlopen en we werken er naartoe. Zoals ik zei, dan, rond december, dat we dan sociaal zwakkeren willen helpen. En even kijken hoe het zit, want zoals wij eerder hebben aangegeven dat we afhankelijk zijn van sponsoren. We proberen ook op eigen krachten fundraisingen te organiseren. Maar ja, dat zijn plannen tot nu toe. Zijn jullie met jullie drietjes geweest of met een groepje? Nee, we zijn met een hele groep geweest. Er was een bus beschikbaar gesteld door mevrouw Samoch zelf. We zijn haar erg dankbaar. Eigenlijk van deze kant uit wil ik al de sponsoren heel hartelijk dank zeggen. En ze mogen altijd terugkijken dan op onze FB-page, Social Caring Organization Suriname. Ja, wat we dan eigenlijk gedaan hebben, wat onze projecten zijn. Ja, ja. En als voorzitter, zegt u dat jongeren zich met name meer moeten toeleggen op sociale projecten? Ja, zeker. Dus dat ze zich meer ook moeten gaan bezighouden met dit soort zaken. Zodat wij alle kinderen en ook de mensen die het minder goed hebben kunnen helpen. En dan dat ze later toch nog aan ons kunnen denken van hey, het zijn deze mensen die ons hebben geholpen. Ja. We moeten naar elkaar kijken. Toen je gisteren daar ging, heer Bagirat, en u zag de kinderen die toch allemaal in een tehuis wonen. Wat zei u tegen jezelf dat u toch dat je jezelf gelukkig plaatst?
Nee, eigenlijk niet, want ik weet, ik heb mijn ouders voor zich, voor mij. En ik weet dat ik hun ondersteuning ondervind. En er zijn kinderen daar die, ja, die gescheiden zijn van hun ouders. En ik vind dat de ouders ook die kinderen moeten steunen. En ze krijgen die aandacht en gevoel niet. Dus ik vind dat ze toch, de ouders toch hun moeten gedenken. Het zijn hun kinderen. En ja, we hebben gewoon liefde en gevoel voor die dag aan hun gegeven. Al bij al, zegt u. Want u zei ook aan mij in het vorige gesprek, u begeleidt deze jongeren. Al bij al, toch wel een succesvolle dag? Ja, zeker. Toch wel een succesvolle dag geweest. Hier en daar een paar kleine... Kinderziektes. Kinderziektes. Ja, het was onze eerste project. Maar het is wel 99,9% geslaagd. Waarin zat het vele werk? Nou, we hebben ter plekke staanbakken. Daar was eigenlijk het vele werk. Okay. Dus, maar dat was dan op die dag. Voorwerk natuurlijk, sponsoren benaderen en uitleggen wat het doel is. Mensen moeten het ook snappen. Helemaal. Ja. Over de 63ste verkeersdode voor dit jaar meldde politie Public Relations dat de voetganger Gordon in de vroege ochtend van zondag 22 oktober is aangereden op de hoek van de verlengde Gompert en de Kleine Straat. Surveillerende politieambtenaren van de resort Geersvliet zagen op een bepaald moment op een adres een voorstootbalk van een auto op het wegdek liggen en verrichten een onderzoek. Een getuige verklaarde dat een man door een auto was aangereden en dat de autobestuurder was doorgereden. De politie zette gelijk de achtervolging in omdat het voertuig nog op de weg te zien was. De auto is klemgereden aan de Heilaardstraat. Bij controle bleek de voorstootbalk van het voertuig te ontbreken. De 22-jarige autobestuurder Arthur S. is toen staande gehouden. Hij verklaarde dat de man reeds op het wegdek lag. Hij had niet gezien wegens het ontbreken van verlichting op de weg. Verder kon hij niet meer afremmen en moest hij die persoon hebben aangereden. De man zegt te zijn doorgereden omdat hij geen rijbewijs heeft. Hij verkeerde niet onder invloed van alcohol en is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De wetsdienaren begaven zich naar de plek waar de aanrijding heeft plaatsgevonden en troffen het levenloos lichaam van Gordon aan. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Het ontzielde lichaam is na overleg met het OM voor obductie in beslag genomen. De verkeersbarometer staat met de dood van Gordon landelijk op 63. Er zijn er niet alleen maar problemen op Ellen met water, maar zijn ook enkele positieve ontwikkelingen op Ellen in het district Kommerwijnen. Zo is de gemeenschap al hier bezig om een eigen sportterrein op te zetten. Het moet een sportveld gaan worden met een trimbaan, met een tribune en ook nog met een kleine eetgelegenheid, zodat de organisatie zelf kan verdienen en niet afhankelijk blijft van de overheid of van anderen. Dat is de plan die men hier heeft. En de trekker van dit project is de heer Edwin Irion, met wie we spraken. Hij is DR-lid van het district Kommerwijnen en hij trekt aan dit project. Dankzij enkele ondernemers heeft hij al wat drukke zand hier gehad, waardoor het terrein nu toch wel vrij stabiel is. Echter moeten nog wat andere zaken in place komen alvorens men hier kan beginnen met sporttoernooien en andere activiteiten. Hij heeft er geloof in dat de gemeenschap zal helpen, want uiteindelijk is dit een project voor de gemeenschap van Ellen, maar in het bijzonder voor het district Kommerwijnen. We voeren nu naar het vraaggesprek welke we hadden met de heer Edwin Irion, DR-lid van Kommerwijnen, die vertelt over dit project hier te Ellen Kommerwijnen. Heer Edwin Irion, DR-lid van Kommerwijnen. We zitten bij een van de locaties van jullie nu, waar jullie thans een gemeenschapsproject uitvoeren. Wat kunt u ons vertellen over dit project? Ja, oké. Goedemorgen, moet ik zeggen, ook tegen iedereen die kijkt en luistert. En wat ik wil zeggen van mijn kant, we zijn hier nu bezig om het voetbalveld van Ellen zelf weer een oog te geven.
Dus we hebben nu echt wat steun gehad van meneer Doelam en mevrouw commissaris, de DC, heeft ons geholpen. Dus voorlopig zijn die twee mensen die ons hard hebben geholpen. Dus ik mag niet jokken voor ze. Maar we kunnen onze doel ook niet helemaal bereiken eigenlijk. Hoe kwam dat? Ja, oké, okay, want voorlopig is er even een stagnatie bij die loader. Maar de commissaris heeft ons wel beloofd dat maandag dat hij die loader wel gaat sturen naar hier. We hebben ook van de minister of van meneer Sport. Ik ben zijn naam een beetje kwijt hoor. Die zou ons met 100 liter olie helpen. Dus voor die bakloader alleen om het werk hier te doen voor ons. En dat willen we ook, stellen we op prijs. Maar voorlopig kunnen we nog niet zeggen, want die machine is nog niet begonnen. Want die we gaan nu eigenlijk bij die speeltuin daar zo. Dus daar gaan we voorbereiding maken voor die speeltuin. We gaan van de hoek van de Bamistraat en de Dossistraat weghalen. En nu naar de, hier zo naast die... tennisveld en die voetbalveld brengen. En dan, naast die tennisveld, daar heb je die speeltuin. En na die speeltuin, dan krijg je een trimbaan. Een trimbaan van 4 meter, zo willen we graag hebben voor de jongens die eigenlijk bal spelen hier. Ja. En wat kunt u ons vertellen over dit terrein? Wie behoort dit toe? Nou, het is eigenlijk van de gemeenschap. Van de gemeenschap, maar eigenlijk ging ik me echt niet zo druk ermee maken. Waaronder het eigenlijk helemaal... Dus ze trainden wel, maar het... Het gras ging overnemen. In plaats dat mensen over gingen nemen, ging het gras overnemen. Toen heb ik gezegd, nee, oké, laat me liever een handje toereiken. En zo is het begonnen dat ik een handje toe heb gereikt. Ik zeg, laten we nu een voetbalveld maken van 70 bij 70. En 70. Dus een vierkant... Een vierkant voetbalveld te maken. Sorry. Ja, ja. En u zegt, u krijgt u wel de nodige ondersteuning vanuit de gemeenschap hier van Kommerwijnen? Ja, voorlopig van Ellen, uit Ellen moet ik niet jokken. Dus het is een Ellen-project. Dan ga je niet andere mensen verwachten. Ja. Dus dan van Ellen mag ik niet jokken. Dus eigenlijk moet ik stel het wel op prijs. De jongens helpen heel veel. Maar nu is het die trimbaan die we graag willen afmaken. Die trimbaan heeft een breedte van 4 meter. En dat moet rondom die 70 meter zo komen. Dus dat is de streven van de jongeren. En mevrouw Jenny Simons hebben we ook al geappt. En geappt voorlopig hoor. We hebben ook al een brief voor de geleverd op 18 oktober. Dus we zijn met lofprijs aan het kijken of het onze werk. Wat het licht voor ons naar hier gaat brengen voor ons, voor Ellen, voor de jongens, dat ze wat bal kunnen spelen hier zo. Maar wat heeft het nog verder allemaal nodig? Nou, we moeten heel veel nog eigenlijk, wil ik zeggen eigenlijk. We moeten nog een turbine bouwen van 25 meter. Dat betekent dat als we onze turbine al hebben, dan zijn we al tevreden nu dat de mensen van de gemeenschap zelf ook hier naar bal kan komen kijken. Want de eigenlijk kan je zeggen, is even groot als die van de stadion van New Amsterdam. Dus dat is onze streven. Maar daarnaast willen we wel die trimbaan. Dus onze streven is nog die trimbaan. We hebben twee hopen nog die eigenlijk nog waar plat is, moet verspreid worden. Maar die streven van ons, onze trimbaan, en dat zou meneer Ram, via de minister had hij ons gezegd, meneer Ram, zou het ons helpen dat het zand kom. Ik had hem wel gebeld. Hij zei in iets hoort hij me niet zo goed aan mezelf. Ik zei oké, dan kom ik daar. Dus we moeten nog horen wat de uitslag daarvoor is. Maar hoe denken jullie de turbine te kunnen bouwen? Zo, daarom wil ik. Ik ben blij dat u bent gekomen. En toen heb je ook de nood van de mensen hier gehoord. Dus ik ben ook blij daarvoor, want het nood is erg groot. Want je wil geen takroening krijgen. Dus ik wil niet handje de eerste zijn. Dus ik ben wel blij dat u bent gekomen. En daarom speel ik dit direct ook door. We willen graag een turbine bouwen waaronder we direct wat mensen van de gemeenschap gebruik kan van maken. Om naar de jongens te kijken hoe ze bal spelen eigenlijk. Dus daarvoor vechten we eigenlijk. Dat is mijn doel. Ja, die Mike vroeg, hebben jullie het geld om een turbine te bouwen? Nee, we hebben dat geld niet, dus we kijken maar, we bedelen, we appen. Ik vraag hem we hebben voorlopig wat materiaal daar gehad. Je ziet dat, dus alle beetjes komen en dan gaan we kijken wat we nog ontbreken, hoe we het verder kunnen brengen. Dus wat hierop doe ik wel een beroep op de meeste mensen die luisteren en die een hart hebben. En Ellen, eigenlijk hoef ik niet veel te zeggen, men kent Ellen. Dus ik hoop dat de juiste hart op de juiste plaats is om ons toch te helpen dat die tribune kan afgerond worden. Dat is onze wens en die trimbaan. Hoe zit het met de verlichting hier? Nee, de verlichten moeten we rustig, want mevrouw Jenny Simons heeft me wel, ik had er gehad, dus voorlopig appen, is, wil nog niks zeggen. Maar ze heeft ons wel het woord gegeven dat, meneer Irio, het komt wel terecht, ik moest wel brief richten. Ik heb die brief persoonlijk gebracht voor de secretaresse, dat is mevrouw De Leijn, iets denk ik, ja. En zijn er reeds activiteiten hier gehouden?
Voorlopig zijn we stopgezet tot eind november. Waarom? Dat we alles kunnen regelen, verlichten alles. En wanneer de jongens beginnen, dat ze met frisse moed willen beginnen. En ook dat we eigenlijk de assembleeleden van ons willen vragen. Laat ze ons helpen, man. We hebben onze assemblee en die kijken niet eens naar ons. Maar we hebben ook nog allemaal zaken met Goffing. En ik hoop dat ze nu luisteren en toch aan het uitreiken om ons te helpen hier. Want om vinger naar anderen te wijzen is niet leuk. We doen dingen voor de gemeenschap en we gaan de gemeenschap weer nodig hebben. Dus ik doe een beroep op de DNA-leden. Geef jullie open oor, luister een beetje en help ons hier. Dat is alles wat ik kan zeggen. Mama DC, als ik lief voor deze DC, ben ik Kali. Nee man, hij is een petje af man. Als ik hem bel, krijg ik hulp. Maar ik heb hem nog niet voor die stadion gevraagd. Maar ik weet het, als ik vraag, gaat hij me wel de hand toereiken. Maar ik ben een beetje voorzichtig. Maar als ik hem bel, krijg ik alle hulp. Meneer Kodan, die helpt ons ook met onderhoud. Ik mag het niet jokken, jammer. Zodra je hem even belt, hij helpt me met de kerk. De volle ondersteuning krijg ik van de kerk hier. Als ik hem vraag, kijk, hij komt maandag. Dan gaat hij de speeltuin daar maaien. En de gemeenschaphuis die heel... 2 meter onder wiet is. Dus we zijn echt trots op deze mensen, maar die ons graag helpen hoor. Dus dat zeg ik. Dus nu willen we alleen maar kijken, nu als meneer Ram zich aan zijn woord kan houden. Dat is de minister, meneer Miranda, die ons die mij het groen licht geeft. Hij moet de nummer geven van die meneer Ram. En zijn nummer dat ik hem kan bellen. Maar ik heb de minister helemaal nog niet gebeld. Maar meneer Ram heb ik wel gebeld, maar dat stelt me even een beetje teleur. Want hij, wanneer je hem belt, zegt hij, hoort me niet goed. Ik weet nog wat het zwaar is, maar nu dat moet ik nog verifiëren. Ja. Wat kost dit project? Voorlopig hebben we nog geen beeld, maar we zijn nu eigenlijk met wat meneer Doelam voor ons heeft gedaan hier, denk ik wel dat we voorbij een 6.000-7.000 Surinaamse gulden. Als we hebben die machine niet geteld, want ik ken geen wat een machine per uur gaat werken, dus we weten dat niet, dus het zal iets meer zijn. Maar meneer Doelam heeft ons met heel zijn hart geholpen. Ik had hem maar even gevraagd en hij was ervoor. Okay. Jawel. Doet u dit werk alleen of is er een werkgroep? Dus eigenlijk als DR heb ik het alleen gecreëerd. We zijn nu bezig. Eigenlijk laten we zeggen, het volle steun van de gemeenschap was er niet, omdat de machine het werk deed. Maar nu dat wij dit doen, dat is meneer een Landkoert. Meneer Landkoert, moet ik niet vergeten, die helpt ons een beetje. Kwas is een man op leeftijd. Maar ik kwas van ons aan niet zo. Dus we breken eigenlijk met alle bijdragen. Maar ik denk na dinsdag, dat denk ik dat iedereen hier een handje toe gaat geven. Want wat er materiaal is om te spreken, dat zijn we zeggen, als we het materiaal hebben, kunnen we ons eigen tribune bouwen. Want dat hebben ze ons gegarandeerd. Waar we nu hier staan, op Ellen, heer Irion, is het een kinderrijke buurt? Ja, dat mag ik heel zeggen, man. Dus nu bestaat Ellen, laten we zeggen, ongeveer uit 750 gezinnen. 750 gezinnen nu. Waaronder je eigenlijk moet zeggen, 2/3 bestaat uit jongeren. Dus zo'n veld, die is op zijn plaats helemaal, zodat de jongeren zich hier kunnen verpozen. Ja, dat is het. Ja. En dat is mijn streven nu. Ik heb gezegd, ik ga ervoor. En ik als DR-lid, ik zeg het ook toe. Ik ben een NDP, toevallig een NDV'er toe. En ook hard en neer. Maar ik ben blij dat u ons de steun geeft dat wij het naar buiten kunnen brengen. Laat men kijken. Misschien zijn er mensen die nog buiten luisteren om onze hand toe te rekenen. Want we hebben echt veel hulp nodig. Maar het ligt aan de mensen. Dat is het wat ik wou zeggen. En ik wil u ook alvast bedanken. En ik hoop dat meneer Malon Oosterling, aan het akwe fighting, want ik wil geen problemen met Malon Oosterling. Ik wil wel dat hij een open oor heeft nu. Dat hij kan luisteren. Want wij DR hadden hem ook al geschreven voor een uitnodiging. Is niet gelukt. Tot nog toe. Dus is bijna al een jaar dat we al voorbij gaan. Maar laat hij doen luisteren. Heeft hij wat met mij? Wil ik nog van hieruit zeggen. Meneer Malon Oosterling, zeg ik u pardon. Heb open oor, want de mensen van Ellen die pinaren echt. Men kan niet, als men niet zuigt, heeft men geen water. Ik wou eigenlijk daar niet voor de mensen zeggen. Daarom heb ik het niet gedaan voor de mensen. Maar ik doe het wel nu uit mezelf. We fighten hier niet, want we zijn NDP'ers. We fighten niemand. We vragen u, help de gemeenschap. Niet met de bedreigende, dat we gaan pomp weghalen en 1000 gulden. Dus dat alleen wil ik u vragen. Heb een hart voor de mensen. Help ze, want we hebben hulp echt nodig. De mensen zijn met baby. U gaat de beeld zien, maar niet dat we u fighten. Want u weet niet wat op het veld gebeurt. Pas wanneer u ziet, dan gaat u aanpakken. Dat weet ik, want ik ken u. Dat is het, mannen. Nogmaals, van mij kan zeggen ook, meneer Malon Oosterling, ik zeg u nogmaals, sorry voor de aanwijzing die ik aan u had geweest. Ik zeg sorry, maar reikt uw handen uit naar ons toe. We hebben hulp nodig. Dus onze breedte. Dus de breedte, u ziet die witte paal. Na deze witte paal hier, dus er moet de witte paal nog hier zo zijn. Dat is de breedte van die trimbaan. Die gaat die hele cirkel maken. Dus alleen dat meneer Ram ook kan zien dat het geen grap is. Dat hij zo snel mogelijk een stand voor ons kan sturen. Toch? Dus dat is het, dat gaan we niet gaan.
tot achter die dijk. Je ziet achter die dijk helemaal schoongemaakt. Dus dat vuil moet nog gestoten worden. Dan komt daar een plaats waar men gaat rusten. Relaxen achter de dam. En daar heb je het helemaal. Die cirkel, kijk die ene paal daar. Ja. Dan kom je naar hier. En hier zo. Als, ja, dus tot hier willen we onze trimbaan, die tribune bouwen. Dus dat het ook een eigen bar gaat hebben. En dan, ja toch, dat de men, je weet, we kunnen wat organiseren hier zo. Mm-hmm. En toch kunnen die mannen ook wat verdienen om wat geld. En dat we ook niet een last voor de overheid wordt ja. later. Dus daar hebben we eigen dingen kunnen kopen toch. Mm-hmm. Dus dat is het. En mevrouw Jenny Simons gaat ons helpen. Ik heb een belief in dat ze gaat ons helpen. Want ze zegt niet iets zomaar dat ze niet gaat doen. Ze is iemand als ze wat zegt kunnen worden op haar woord. Dus ik denk van de stroom gaat ze ons helemaal helpen. Het afgelopen week eind noteerde de NV Energiebedrijven Suriname EBS wederom 3 mastaanrijdingen die enorme schade hebben veroorzaakt, met als gevolg dat buurten voor langere tijd van elektriciteit verstoken waren. Te Catharina Sophia Tijgerkreek in het district Saramacca werd afgelopen zaterdag rond 3:30 in de middag een trafo-mast, tevens hoogspanningsmast, aangereden. De Oost-West-verbinding vanaf mast 79 tot en met vissersdorp Bombayweg Calcutta en alle zijwegen in deze gebieden was hierdoor voor enige tijd spanningloos. De slag heeft een dusdanige kettingreactie veroorzaakt dat het elektriciteitsnetwerk op 5 mastafstanden gedraaid was. Hierdoor zijn ook een aantal huisaansluitingskabel in de omgeving beschadigd. Door de schade moest zowel de transformator worden uitgewisseld als de hoogspanningsmast en vervolgens de schade aan de individuele huisaansluitingen worden hersteld. De storing was rond 6:00 voor het grootste deel opgeheven. Vanwege de enorme schade die deze storing teweegbracht, waren de individuele storingen waarbij de huisaansluitingskabel was beschadigd, zondagochtend rond 3:00 verholpen. Tijdens de opheffingswerkzaamheden van deze storing kwam zondagochtend om 00:14 een tweede melding binnen van een mastaanrijding te Kwata, omgeving Sitaweg. Na de herstelwerkzaamheden van de storing te Catharina Sophia konden de lijnploegen uitrukken naar deze storing. Bewoners van deze gebieden waren tot 4:00 in de ochtend verstoken van elektriciteit. Ook te Alkmaar werd afgelopen zondag een hoogspanningsdraagmast aangereden. De gebieden Zorgvliet, Marienburg en omgeving waren hierdoor compleet in het donker. Om de herstelwerkzaamheden te verrichten, werd het netwerk in dit gebied omstreeks 7:00 s'avonds afgeschakeld en rond 9:00 waren alle gebieden weer voorzien van elektriciteit. Dit was TBN Prime Alert van maandag 23 oktober 2017. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 87-4x93. Nogmaals, 87-4x93. E-mailen kan naar tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.